Help! Sorry. Ja. Dus je hebt mijn Instagram al bekeken? Ik had even snel gekoekeloerd inderdaad. En wat vond je ervan? Het is toch niet normaal? Oké, maar wat dacht je toen je me zag zitten? Oh, ze houden het niet echt goed hoor, dit wil ze echt weten. Goedemiddag. Nou, welkom bij een nieuwe aflevering van First Weights. Jullie kennen natuurlijk de quote, eet je kwark. En we zitten hier vandaag met Kwark Tas. Goedemiddag. A.k.a. Colin, Daniel, wat is verder je achternaam? Of is Daniel je achternaam? Daniel is goed. Van harte welkom. Hey Colin, wat verwacht je van vandaag? Ja, ik hoop een vrouw. Ah, dan moet ik je al teleurstellen. Nee, grapje. Ik weet echt niet wat jullie hebben gefixt voor mij, maar ik ga het zien. Het is een meid. Dus ja, meer dan dat kan ik niet over zeggen, dat ga je zo meteen zien. Hey, als jij jezelf zou moeten omschrijven in een paar zinnen, wat houdt dat dan in? Buiten kwarkig en pepernotig. Aardig, sportief. Ja, ik denk dat het dan wel ophoudt. Ja, oké, duidelijk. Ja. Nee, is goed. Ik zou zeggen, dan ga ik haar even een paar vragen stellen. En dan mag jij in de kleedkamer wachten. Oké, we zitten hier vandaag met... Catherine. Spreekt ook uit als Catherine of is het Catherine? Nee, Catherine. Oké, heb je een beetje zin in vandaag? Zeker. Lichte zenuwen, maar dat maakt niet uit. Ah joh, nergens voor nodig. Ga gewoon trainen, that's it. En misschien komt er wel wat uit. Hey, wat is jouw type? Om gelijk met de deur in huis te vallen. Ja, sportief, maar ja, dan zit ik hier sowieso bij het eerste programma. Dus dat is een goeie. Vooral niet Nederlands, zeg maar qua uiterlijk. Okay. En innerlijk, ja, hij moet ambitieus zijn en gezellig. Lekker vlotte babbel hebben. Dus dan ga ik hem er even bij halen. Colin. Hi, Colin. Catherine. Yo. Ik zag hem toen nog, nou, leuke jongen. Ja. Hij zag er ook sportief uit. Kom lekker zitten. Ja, nou, welkom. Om gelijk met de deur in huis te vallen, wat wordt getraind vandaag? We gaan benchen. Okay. Ja, goed, ja. Is dat oké? Ik dacht aan rug, maar ik wil best wel benchen. We doen allebei gewoon. We doen en rug en dan doen we ook benchen. Maar moet ik een hele scoop nemen dan? Ik vind gewoon wel, ja. Okay. Eigenlijk twee. Eentje prima. Het is best een grote scoop. Okay. Hoeveel neem jij er altijd, Colin? Twee. Ja, natuurlijk. Grote mannen. Ja, toch? Ja. Lekker, toch? Ik vind het lekker. Let's go. Nice. Nou, en voor jou standaard routine. Twee keer. Ja, wat zijn jullie hobby's in het dagelijkse leven? Ja, het sporten natuurlijk. Ik denk dat het bij haar ook wel hetzelfde is. Ik vind het gewoon leuk om leuke dingen te doen. Dus film kijken doe ik wel. Uit eten gaan vind ik hartstikke leuk. Ik vind het leuk om gewoon met vrienden bezig zijn. Leuke dingen te doen. Met, Oh, het smaakt je toch weer lekker. Yeah. En jij? Nou, ja, dan komen we tegelijkertijd. Never mind. Ik ben stewardess van Transavia. Oh, sick. En sporten sowieso uiteraard. Met vriendinnen, ook filmpjes opnemen, ook voor Instagram. Gewoon uit eten gaan vind ik ook heel leuk. Uitgaan doe ik niet zo vaak, omdat ik ook studeer en in het weekend vlieg. Ik doe ook gewoon video's maken. Niet voor Insta, maar vooral voor TikTok doe ik dat. Ik studeer nog hiernaast. Wat studeer je? Ik studeer rechten aan de UvA. Ik zou zeggen, de floor is yours. Ik weet niet of ik op camera stond met, maar ik had met haar afgesproken dat ze vandaag gaat proberen haar bench PR te verbreken. Dat was, hoeveel was het, zei je? 55. Dus ze gaat vandaag 60 benchen. En mijn PR is natuurlijk 130, dus ik ga proberen 140 te benchen vandaag. Dus we gaan even kijken hoe dat gaat. Showman hoor, dit. Ja, weet je, ik bedoel, ik leg het feit aan de kijkers thuis, dat zij het ook weet. Kijkers thuis. Wil je dat ik achterste of fix je dit gewoon nog? Dit moet me denk ik wel lukken als dit faalt, dan is het wel heel ziek. Ik wil het zeggen, als dit je niet lukt, dan... Nee. Ja, dat komt wel goed. Maar hoe lang train je al, zei je? Ik train pas anderhalf jaar. Anderhalf jaar pas? Ja. Nee joh. Dus en dan heb je nu al deze games gebouwd gewoon. Wow. Ziek zou het zijn dat je gewoon op First Waves een nieuwe bench PR set gewoon. Ja, maar nu moet ik het eigenlijk ook wel halen, druk op, want ja? Nu sta ja, maar ik wil het zeggen, de camera zit erbij gewoon, ja. Weet je. Je kan niet falen nu. Nee. Maar nog ambities om bijvoorbeeld, want je traint natuurlijk nu gewoon voor je plezier, denk ik, neem ik aan. Mm-hmm. Heb je nog ambities om ooit een keer iets competitiefs te doen? Ja, zeker. En dan bodybuilden of iets anders? Ja, bikini wellness. Bikini wellness. Ja. Ik vind het zo tof dat je dit zegt. Ik heb echt respect voor vrouwen die... bodybuilden op zich wel serieus willen nemen, weet je wel. Ja. Je hebt mensen van die fit girls die gewoon alleen trainen met van die
Ja, je hebt al die crab walk, weet je wel. Maar... Nee, ja, maar nee, daar hou ik ook niet van. Nee? Nee, zo ben ik niet. Nee, ik vind dat echt wel hard. Nee, man. Ik wil daar echt wel hard voor trainen. Maar nu, op dit moment in mijn leven, ben ik gewoon te druk met 20 andere dingen. Ja, ja. En als ik het wil doen, wil ik wel mijn volle focus daar neerleggen. Snap ik, ja. Dus als ik ergens voor ga, dan ga ik ervoor. Maar dan moet ik wel de tijd en de energie daarvoor hebben. En op dit moment gaat dat nu niet. Snap ik. Dus, maar ik train ook pas net. Dus ik wil nu eerst gewoon echt focussen op zelf beter worden trainen, weten welke oefeningen, meer inspiratie op doen. En dan ga ik uiteindelijk wel een coach op me nemen die me dan daarmee kan helpen. Snap ik. Dat is een goeie. Nou, ja? laat maar zien dan. Okay, yes. 3, 2, 1. Laat maar zien. Boom! Ja! Ja! Nee? Je was wel echt close, man. Je was echt close. Ja, respect sowieso dat, ja, je geprobeerd hebt. Het zit er wel in, denk ik. Dat gevoel heb ik wel, man. Ja, nee. Ik voelde mijn schouder trekken. Ja? Maar het is gewoon een oefening. Snap ik. Snap ik. Maar sowieso voor iemand die niet vaak bench, dat je 55 bench. En hoeveel, niet dat, dat je boos wordt, maar hoeveel weeg je, zeg maar? Dat, ik weeg 72. 72? Ja, dat is gewoon netjes. Ja. Je hebt sommige vrouwen die vraag wat minder leuk vinden, weet je. Dus ik denk, bij mij, ik weet dat het voornamelijk spier is. Ja, dus ja. Ik hoef daar niet zo... Nee, daarom. Nee, okay. Gewicht is maar een getal, hè. Het gaat erom hoe je eruit ziet, in principe. En hoe je je voelt in je lichaam. Daar ben ik het mee eens, 100%. Ja. Gewoon voor een PR-poging. Als jij hem wel haalt, vind ik eigenlijk niet zo leuk. Vind je dat niet leuk dan? Nee, want dan heb ik hem mee. Ik ben wel trots op je. Ja? Ja. Zo, maar het is wel een beetje disappointed voor mezelf. Snap ik. Ik hoop dat ik het wel haal dan, zeg maar. Ja. Even uitsloven. Het zou wel grappig zijn, inderdaad. Oké. Okay. 3, 2, 1. Yes, ik heb hem. Kom op. Nee, ik heb niet. Help. Sorry. Ja. Ik krijg hem niet omhoog, dus ik moet naar zeggen. Mag ik wat uitleggen? Ja. Ik wilde dus eigenlijk een grap maken, maar dit is helemaal niet mijn PR. Dus ik wilde hem eigenlijk hierna omhoog drukken, alleen we hadden er geen clipjes op gedaan. Oh. Dit was eigenlijk een prank, dus ik was de hele tijd naar de camera aan het kijken. En ik zei van ja, 140, mijn PR, maar... Nou, de bedoeling was, zijn prank is ook gewoon fout gegaan. De bedoeling was dat ik zou doen alsof ik faalde en dat ik het dan zou drukken. Maar toen gingen de schijven opeens alle kanten op en nu, ja. Ja, nu is dit gebeurd. Ja, nee, ik ga het goed maken, ik ga het fixen. Ja, dat kan gebeuren. Ja, easy ook gewoon. Dit is toch niet normaal? Ik was je gewoon aan het lippen en je had het niet eens door. Nee. Kan gebeuren. Oh. Ik had mezelf bijna weer geliquideerd. Maar, oké. Okay. Ja, mag ik dat doen? Dat vind ik leuk. Ja? Presentatrice spelen. Is het een afknapper wanneer hij of zij niet naar de gym gaat? Ik zeg je heel eerlijk, ik heb deze vraag vaker gehad. Ik bespreek het ook gewoon met vrienden altijd. Het is voor mij geen eis, man, dat iemand per se hoeft te trainen of zo. Nee? Het hoeft niet eens per se voor mij, nee, man. Ik vind dat... Hoezo niet? Ik weet niet. Ik denk dat er ook heel veel andere kwaliteiten zijn die in iemand gewoon naar voren kunnen komen. Die mij aan zouden kunnen trekken. Maar heb je zonder dan dat niet... iemand traint of zo, weet je wel. Ja, maar stel jij besteedt, weet ik veel, ik weet niet hoe vaak train je per week? 4, 5 of zo. Ja, nou, ja. Stel zij zegt, ja, nee, kom schat, ik wil niet dat je traint, ik wil dat je liever met me op de bank zit. Ja, maar dat is dan iets anders. Nu zijn we de situatie aan het aanpassen, weet je wel. Okay. Stel je voor, ze zou gewoon niet trainen, dat vind ik niet erg. En dan moet, maar ze moet wel accepteren dat jij naar de gym gaat. Ja, dat. Maar ik accepteer dan ook weer haar activiteit en wat zij leuk vindt, maar... Hoe jij nu de vraag zeg maar formuleert, ja, dan zou het wel een probleem zijn. Want dat is gewoon iets dat ik leuk vind. En als jij dat dan niet leuk vindt, ja, dan is het niet zo. Dat. Maar als ze gewoon niet trainen, ja, dan train je. Dat is oké, weet je. Ik bedoel. Ja, voor mij is dat wel echt een afknapper. Ja? Bij jou moet de persoon trainen? Iemand moet wel, maar iemand moet gewoon fit zijn. Ja. En het hoeft niet per se trainen te zijn in een gym. Als hij een andere sport beoefent, is dat ook goed. Ja. Maar hij moet wel... Het is ook een soort van drive. En het is een eigen discipline. En een soort van... Niet eens, ja, een beetje onbewuste zelfverzorging. Je wilt jezelf beteren. Die mentaliteit vind ik heel belangrijk. Ben ik het mee eens, 100%. Ja. Nooit meer seks of nooit meer sport? Ja, lach maar. Ik denk dan... Nooit meer sporten, want ik zou wel kinderen... Dit is een hele... Is ik een heb ondertussen wel goed... 3 gedaan. Dat is een goed antwoord. En jij? Ik denk dat ik jouw antwoord gewoon copy-paste. Ik wil ook kinderen, dus dat is dan de reden dat ik zeg nooit meer sport. Ja. Ja.
Ben jij snel jaloers? Dat is even een vraag van mezelf. Jij lijkt echt op een psycho persoon volgens mij. Nou, ik kan wel in één keer, nee. Snel jaloers, nou ja, ik kan wel snel jaloers zijn, maar wat ik zeg, dan zeg ik het. Ja. Dan zeg ik, wat is hier aan de hand? Mm. Hoe zit dit? En als het een gegrond antwoord is, ja, dan is het snap ook. Ik. Maar ja, gegrond is ook in verschillende ogen. Dat is zo, ja. Nee, klopt, daar heb je een punt. Je hebt echt zeker een punt daar. Wat is de aanleiding geweest, we hadden we net trouwens ook over, maar wat is de aanleiding geweest om te beginnen met fitness? Ik kan niet praten. Voor mij was de aanleiding om te beginnen. Ja. Ik was altijd een beetje, ik was nooit echt dik, maar ik was een beetje aan de mollige kant. Okay. Ik weet nog heel goed dat een vriendinnetje van vroeger, ik was uit mijn broek gescheurd op haar verjaardag. Wat? En toen zei ik, mag ik een broek van jou aan? En toen keek ze me zo aan. Toen zei ze, denk je dat jij in mijn broek past? Nee joh, wat? Sorry, ik ben lachen. Ik ga niet om lachen. Nee, nou ja, dat heeft voor mij, is voor mij echt de trigger geweest om te beginnen met sport. En toen heb ik in eerste instantie ook al het eten uitgekapt. Dus ik heb ook echt gemerkt van op een ongezonde manier. Ik wilde gewoon alles doen om af te vallen. Uiteindelijk gelukt was dunner dan dat zij was. En toen zei ze, oh, wat zie je er goed uit, hoe heb je dat gedaan? Starving myself, dus dat was ook geen goede manier. Ik raad het iedereen af. Don't starve yourself, please. Nee. Ja. Fuel your body. Ja. Train, eet gezond. Dat is belangrijk, man. Ik ga het gebruiken als waaier trouwens. Ja, nee, maar dit is, ja, dat is hartstikke, dat is gewoon heel belangrijk. Ja. Liever op een gezonde manier dan een ongezonde manier. Eens. Maar ik denk dat 9 van de 10 meisjes dat wel doormaken. Want het is best wel een common struggle met weight loss. Van, oh, ik wil wel gespierd zijn, maar ik wil niet te bulky gespierd zijn. Maar als ik eet, dan voor mij dan, ik heb heel snel een spiergroei, word ik best wel snel bulky. Ja. Dus waar vind je die verhouding? Mm. Dat kan best wel moeilijk zijn. Zeker. En iedereen heeft ook een ander lichaam inderdaad, zoals je zegt. Dus wat voor de ene werkt, hoeft niet per se voor de ander te werken. Wat is jouw kijk op steroïden en het gebruik van anabolen, et cetera? Nou ja, ik zou het zelf niet doen. Nee. Omdat het gewoon heel erg je hormonen aantast en alles in die richting. Ja. En als ik iets wil bereiken, wil ik het wel helemaal zelf kunnen bereiken. En niet met de hulp van bijvoorbeeld dat soort stoffen. Ja. Maar ja, iedereen heeft zijn eigen ding. Dat weet je, ik heb gezien hoe het bij mannen dan, althans, iemand helemaal kan veranderen en agressie kan verhogen. Ja, heb je dat gezien? Ja, een vriendinnetje van mij had een ex die was helemaal. Nee joh, die zat aan de shit en die deed ja, die gewoon, is helemaal psycho geworden. Die is er echt gaan stalken en boos. Don't do drugs. En, fysiek. Man, don't do drugs. Nee, don't do drugs. Ja. Nee, dus dat is wel. Als iemand tegen mij zegt dat gebruik ik, dan ben ik wel gelijk weg. Snap ik, begrijp ik. Maar dat is dan meer mijn eigen. Snap ik. Ding. Maar dan heb je wel zoiets van, jij wilt dan wel gaan bodybuilden en ook competitief, maar dan heb je wel zoiets van, ik trek wel de lijn op de grens, dus ik wil dan niet zeg maar dusdanig competitief dat je daaraan moet zitten. Want het is wel zo dat als je echt het hoogste level wil bereiken, in die sport in ieder geval. Tuurlijk. Dan. Nee, maar dan wil ik het niet. Ik wil het op mijn eigen houtje bereiken, begrijp laat ik het zo zeggen. En als ik niet verder kan, dan kom ik niet verder. Maar dan heb ik wel alles gegeven wat ik kan in mijn macht, zonder extra stofjes, om te bereiken wat ik wil bereiken. Ik ben het eens met jou, man. Ja? Sterk, ja, sterke mening. Wat dacht je toen je mij zag zitten? Wat ik dacht toen ik jou zag zitten? Ja, want jij kwam naar mij toe lopen. Ja, kijk, toen ik binnenkwam had ik sowieso gezegd van... Was je type? Wacht, want dat weet ik ook helemaal niet. Wat had je aangegeven als je type? Laten we daarmee beginnen. Ik had gezegd, ik wil gewoon iemand die een beetje intelligent is. Ik wil iemand die aardig is. En ik moet wel gewoon eerlijk zijn. Ik had ook tegen Red gezegd van... kijk even of je iemand kan vinden die gewoon... Ja, luister mee volgens mij. Ik zou kijken even of iemand kan vinden die gewoon, weet je wel, gewoon een goed lichaam heeft, weet je wel. Ja, ik probeer het gewoon heel respectabel te brengen. Ah, ik vind het wel fijn dat ik dat ben geworden, dat is wel een zelfvertrouwen boost. Ja, dat is positief. Dankjewel. En wat heb jij doorgegeven? Sportief, ja? Fit, ja? Vooral alles behalve Nederlands. Nou zeg, ja, hoezo dat? Ik hou gewoon niet van blond haar en blauwe ogen. Dat vind ik gewoon niet aantrekkelijk. No offense voor de guys met blond haar en blauwe ogen, maar not my type, sorry. Maar wat is dan, wat is dan wel jouw type? Ja, alles behalve Nederlands. Dus dat maakt op zich niet heel veel uit. Okay. Maar ik zei ook van hij moet gewoon ambitieus zijn. Hij moet weten wat hij wil in het leven. Ja. Dat was voor mij belangrijk. Ja, en sportief was een grote aanvink. Oké, maar wat dacht je toen je me zag zitten? Oh, dus haal me die echt door. Dit wil ze echt weten. Nee, ja. Nou, sorry, ja, dat vind ik interessant. Nee, ik snap het wel. Maar ik dacht, wat dacht ik?
Ja, helemaal niks. Dus ik dacht, kut, ik wil weg. Nee, dat is niet wat ik dacht. Nee, ik dacht, mooie meid, gewoon een sportieve meid ook. Je hebt wel schouders gewoon voor een dame, weet je wel. Ja. De meeste dames die hebben gewoon een beetje, ik veel, niet schouders. Dus ik dacht, je ziet gelijk aan haar dat ze gewoon wel traint of zo, weet je wel. Mm-hmm. Dus ik dacht, ziet er wel goed uit. Dat dacht ik wel. Goed, gelukkig. En wat dacht jij? Wat dacht ik? Ik dacht, help! De deur! Help! Waar is de uitgang? Nee, ik dacht, het ziet er leuk uit als een leuke sportieve jongen. Ik hou sowieso van als een man zo'n, dat zwarte, ik weet niet hoe je dat noemt. Oh zo'n, ja, zo'n, ik snap wat je bedoelt. Ja, ik denk leuke stijl, dat was al goed meegenomen. Ja. En ja, ik dacht, sportief zit sowieso goed. Uiterlijk viel goed, ja. Ja, thanks man. Ja. Ik was trouwens nog vergeten te vragen. Jongens, dit is een hele belangrijke vraag, maak deze fout niet. Hoe oud ben je eigenlijk, zeg maar? Dat was ik vergeten. Ja. Jongens, het is 2023, je bent nooit... Gok maar. Even kijken, je bent dan wel stewardess. Je hebt je school afgemaakt, zei je al, maar je wist niet wat je daarna wilde doen. Dus je hebt je school ook wel. Wat voor studie heb je hiervoor gedaan ook weer, zei je? MBO 4. MBO 4. Hoe heet de studie? Luchtvaartdienstverlening, maar dat was binnen een jaar. En daarvoor HAVO. Daarvoor en nu HAVO. Studeer ik. Jij bent 21? 22. Ah, oké. Okay. Wat denk je dat ik ben? Ik denk 24. Nee joh. En ik ben even oud. Trouwens, wanneer ben je geboren? 2000. Ja, 8 december. Maand. 8 december. Dan ben ik een half jaartje ouder. Zo, ja. Bijna niks. Dat is toch ziek? Ik denk hier naar biceps man. Dan rond ik zo even af. Maar, nee man, ik had je wel ouder verwacht of zo man. Ik zou van jou juist ook denken 24 of zo. Of iets in die richting. Ja, dat hoor ik wel vaker. Maar ja? Nee. Niet dus. Nee, okay. Gewoon 22. Gewoon 22. Gewoon 22. En we gaan voor de laatste. Je klinkt echt als een fitnessinstructeur. Laatste. Ja, ik geef ook lesjes. Oh, je geeft ook les? Ja. Wat voor lessen geef je? Insanity. Dus dat is hele hoge intensiteit. En body pump. Godverdamme. Jongens, HIIT training. Als je iets is dat ik haal, dan is het HIIT training. En Insanity klinkt als HIIT training. Ja, daar komt het op neer. Godverdomme, man. En body pump is wel met weights, maar wel gewoon laag gewicht, veel reps. Het is best wel interessant, want ik werk dus ook nog in de sportschool. En ik geef dus soms ook les. Maar niet dat ze, ik geef BBB. Dat staat in principe voor, dat weet je waarschijnlijk al, maar billen, buik en benen training. Dus mocht je ooit een keer op zoek zijn naar een grapje. Nee, ja, maar. Doe maar een promo. Nee, ding is, dat is het lesgeven ook. Mijn HIIT training is echt iets wat ik haat, man. Could never be me. Hoezo? Ja. Gewoon niet leuk. Ik ben te zwaar, zeg maar. Ik doe twee keer een jumping jack en het is... Dus nee man, niet dat voor mij. Okay. Zal ik iets verklappen trouwens? Ja. Toen ik al... Ik had natuurlijk eerst het interview hier, weet je wel. En ik zat toen in de kleedkamer. Ja. En ik hoorde jou zo binnenkomen. En ik zat echt met mijn oor tegen de deur aan. Ja, hoor. Oh. Ik zat met mijn oor tegen de deur aan. Want ik wist dat Red jou ging voorstellen natuurlijk, toch? Dus Red die zei toen je naam toen ging... Want ik zag dat... Kijk, dit is het... Wat sneaky. Ik ga gewoon alles biechten nu. Ik zag dat Manon Kuijn er ook was, toch? Dus ja. Okay, Red noemde jouw naam. En toen ging ik direct naar haar volgers, weet je wel. En toen ging ik dat opzoeken. En toen wist ik eigenlijk al wie je was. Voordat ik naar buiten kwam, dus... Je wist eigenlijk al. Ik had het heel snel even gefixt nog. Wat vind je daarvan? Vind je dat... ik vond het wel... Dat heb ik wel even knap gedaan, toch? Nou, dat vind ik wel knap. Maar dat je... Ja, had je niet zoiets van, ik zie het niet liever als ze dan... Nee, man. ...daar staat? Ja, je kan ook een Red vragen. Ik heb Red echt drie keer gedm'd, maar yo, bro, zeg gewoon. zeg gewoon wie het is, gewoon, weet je wel. En het werd alleen maar erger gemaakt, want een vriend van mij, Mika, die zei van... Ja, ik heb al wel een foto gezien, dus ik weet met wie je gaat. Oh, hij wist dat alleen ook. Ik weet niet hoe ze heet of zo, weet je wel. Dus. Ja. Nee, ik ben echt super nieuwsgierig. Ik ben klaar, man. Fuck that shit. Maar, ik ga er twee doen. Dinges, ik wist er een soort van al. Dus je hebt mijn Instagram al bekeken? Ik had even snel gekoekeloerd, inderdaad. En wat vond je ervan? Ik had snel gescrollt. Maar ik zag een paar workout video's en lekker bezig man. Ja, dank je. Netjes, ja. Ik vond het een leuke workout. Ik vond het ook lachen. Dankjewel. Volgens mij zijn we klaar. Nou, jij bedankt. We hebben volgens mij meer van jou gedaan dan van mij. Zo, de date is ten einde. Helaas. Nee. Yeah. Wat vond je ervan? Ik vond het super gezellig. Ja? Ik heb het heel erg naar mijn zin gehad. En ik merkte wel dat het ook echt goed gematcht was. Ja. Dus alles wat ik had opgegeven was ook wel... Complimenten naar het team. Ja. Lekker bezig, Nout. Shout-out naar jou. Hij heeft de matches gemaakt. Nee, was het een beetje wat je ervan verwacht had? Ja, ik was wel een beetje onwennig van, hoe gaan we dit doen en welke
oefeningen gaan we eerst. Maar ik denk dat het wel in balans was van wie wat zei en hoe we wat bouwden. Heb je een poets gebakken? Heb je even voor de gek gehaald? Ja, grappig. Ik dacht serieus dat fout ging, maar je toen hoorde ik hem heel... Je moet even inzoomen in de paniek in mijn ogen. Dat was wel even... Ja, want je hebt natuurlijk ook, dat had je verteld, dat je al een keer eerder hebt meegedaan aan First Date. Ja. Dat is natuurlijk een beetje weer dit van afstand. Ja. Vind je dit een leuker concept, zeg maar, omdat het iets meer, ik denk, iets meer mensen met een hobby, zo'n hobby is? Ja, ik denk ook wel dat het is wat relaxter, je sport tegelijkertijd. Dus je hebt niet echt het gevoel van, oh, sporten is natuurlijk sowieso je ding als je hier aan meedoet. Ja. Dus je bent gewoon lekker in je element, in je eigen omgeving. Je vindt sporten allebei chill. Je houdt van de sportschool zijn. Met je comfortzone. En natuurlijk is het ook een beetje uit je comfortzone, maar het is uit je comfortzone binnen je comfortkring, om maar zo te zeggen. Ja, precies. Dus dat scheelt heel erg veel. Ja, ik vond het wel echt een succes. Oké, top. Dus geef je op. Hé, dat sowieso. Merk je ook een beetje dat het een klik was? Ja, en ik merkte al wanneer ik stil viel dat hij dan wel vragen bleef stellen. Dus dat vond ik ook wel fijn. Ja, voor mij moest hij ook een beetje uit zijn comfortzone komen. Dacht ik, want normaal is hij altijd wat afstandelijker, maar dat viel op een gegeven moment ook een beetje... Dat gevoel had ik helemaal niet. Oké. Okay. Oh! Zo. Ik vind jou wel heftiger dan niet van mij, man. Ik dacht dat ik leuk Jesse. Je bent er ook, hoor. Je bent er ook. Ja, ik denk. Hé, hey, hoe was het? Hoe was je date? Ja, ik vond het leuk. Het was gezellig. Spraakzame dame. Inhoud. Dus, was het een beetje wat je ervan verwacht had? Ik zat natuurlijk te grappen dat ik je met een guy op date zou sturen. Dat zei hij dus echt, ja. Ik weet niet, ik ben er zo van naar binnen gegaan met nul verwachtingen. Ik hoopte wel dat het een vrouw zou zijn natuurlijk. En dat was het ook, dus ik ben al tevreden, man. Maar mijn dag gaat niet meer stuk, het is fantastisch. Ja, oké. Maar wat was je eerste verwachting toen je er zag? Ik denk dat ik al stiekem een beetje sneak peek gedaan toen je in de kleedkamer was. Ja, dat is niet de bedoeling, hè? Sorry. Cheat the system. Ja. Nee, ik had wel verwacht dat het gewoon een sportieve dame zou zijn, weet je wel. Maar in real life, ik had net ook al tegen gezegd, zo echt van die schouders, weet je wel. Ik vind dat wel op zich wel mooi bij een dame, gewoon. Gewoon aan de kan zien ook dat ze traint, weet je wel. Ja. Nee, hard. Ja. Okay. Ziek, chill. En het was gezellig, denk ik. Het was leuk, ja. Jij komt ook een beetje iets meer uit je comfortzone. Normaal ben je altijd, of dat valt mij op dat je een beetje afstand houdt, maar op een gegeven moment raken jullie wel vlot aan de babbel. Hou ik afstand gewoon? Ja, dat viel me wel een beetje stil. Maar zij gaf aan van, waarbij ik in stilte liet vallen, vulde hij in beeld. Ja. Dus en dan heb je op zich wel gelijk. Misschien dat ik gewoon op de aap uit de boom kijk, weet je wel. Maar nu dacht ik al. Daar staan we dan. Nou, hoe was de date? Ik vond het gezellig, man. Zo heel spraakzaam ben je. Ja, nice. Jij ook. Ja. Jij hebt het gesprek gegaan. Ja. Nice. Zouden jullie elkaar nog een spotje willen geven in de toekomst? Mijn antwoord is ja. Mijn antwoord is ook ja. Kijk eens aan, it's a match. Nee, leuk. Zo, mannen. Nou, dus van harte gefeliciteerd. Ja, in ieder geval, omdat zij allebei een duimpje mogen geven, geef ook even een duimpje op deze prachtige video, omdat het zo geweldig is. Klik even op die prachtige abonneerknop. Wil je nou nog mensen opgeven voor First Weights, kan dat op www.sportpoeder.nl/firstweights op de website. En geef jezelf op, je vriend, je vriendin of een vriendin, je opa, je oma, weet ik veel wat allemaal. Het kan allemaal. En wellicht komt daar ook zo'n geweldige match uit. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor de aanwezigheid. Yes, geen probleem. Dankjewel. Tot de volgende keer weer.